Daar ontmoeten wij niemand minder. Ja, wie ontmoeten we daar? Ludwig, goedemorgen. En alle luisteraars van de Radio Tamara bij het krieken van de dag, woensdag 6 april, in de ochtenduren, probeer ik u wakker te houden met het nieuws uit ons geliefd Suriname. En daarbij natuurlijk altijd een analyse, want het gaat erom dat we het nieuws moeten kunnen begrijpen. We moeten niet alleen volgen als nieuwsgierigen, maar we moeten ook begrijpen waarom het nieuws is. En ik moet u zeggen, in Suriname wordt het steeds gekker. U kunt het in alle bladen lezen. Ik ben niet de enige hoor. Dus ik troost me een beetje dat je overal nu de kritieken uit die bevolking ziet opstijgen. En ik had dit al verwacht, omdat wanneer de regering in feite laat blijken dat zij het niet op prijs stelt, dat er kritiek wordt geleverd op het overheidsbeleid, het regeringsbeleid, dan gaat die bevolking andere wegen zoeken om de kritiek te uiten. En dus men krijgt daardoor een situatie die nu in Suriname aan het ontstaan is, dat iedereen zo'n beetje aan de zijlijn mee staat te kijken naar de voetbalwedstrijd die gespeeld wordt door president Chandrabasa Santokhi en zijn team aan de ene kant en meneer Brunswijk met zijn team aan de andere kant. En ik moet u zeggen, die bevolking voelt steeds duidelijker dat die twee regeringspartners in feite niet in één voetbalteam zitten, maar in hun eigen voetbalwedstrijd spelen. En dan is er een voetballertje die erachteraan komt huppelen, die eigenlijk niks in de melk te brokkelen heeft, maar omdat hij de oudste is van allen, ja, en, kijkt men wel in de richting waar opa is gebleven, om ervoor te zorgen dat hij niet te ver achter raakt. En dat is de PL, de Partjaya Luhur, een deel van de regering, ja, bestaande uit dus die PL, die in feite bij die laatste verkiezingen heeft moeten toezien dat die partij aan het desintegreren is in verschillende delen. En dan heb je nog een partij waar men niets van hoort. Dat is de Nationale Partij Suriname. En die hebben een eigen berichtgeving. Ze laten een mevrouw Etnel het vuile werk doen. Die is regelmatig in het nieuws. Totdat ze het heeft in haar liefde voor haar zoon heeft opgenomen voor een zaak waar de zoon bij betrokken was. En plotseling verwikkeld was in een zaak rondom een koe. En we weten, in de Surinaamse politiek is het gezellig. Het gaat er gezellig aan toe. Zodra je een koe noemt, en in dit geval ging het om een koe die zou zijn gestolen, een stier. Ja, toen ging het om een koe. Is het een koe of een stier? Maar in Suriname roept de koe associaties op. Die te zien en te horen waren. Bij de vorige regering Boutersen was het niemand minder dan de jurist Eugène van der San, die een parlementariër had uitgemaakt voor Jo Koe. En dat was toen een hype in Suriname. Dus de koe is al een tijd lang geïntroduceerd in de Surinaamse politiek. En de primeur is aan Eugène van der San, die Jo Koe riep tegen een van zijn collega-parlementariërs. En nu is die koe is door de NPS weer van stal gehaald in een affaire van de zoon van mevrouw Etnel van de NPS. De enige die een beetje hoorbaar is. En dan heb je dus op de achtergrond heb je Gregory Rusland. Ja,
Ik weet niet, als het komt door die oorlog in Oekraïne en tegen Rusland, dat de naam Rusland verwarring veroorzaakt. Dus heeft Rusland ervoor gekozen, Gregory Rusland, om low profile te gaan. Want anders zou het nieuws van Suriname alleen maar krioelen met de naam Rusland, waarmee men dan niet onze Rusland bedoelde, maar die Rusland van de Oekraïne. Maar goed, het blijft gezellig in Suriname. Er is altijd weer wat te beleven. En ik ga u eerlijk zeggen, ik probeer er een sausje aan te geven om de zaak nog een beetje interessant te maken, om naar te luisteren. Maar ik moet u zeggen, het is een kerkhof aan het worden in Suriname. Dat kan menig een bevestigen. Iedereen is met zijn eigen besonjes, zijn eigen business bezig. En men redeneert ieder voor zich, God voor ons allen. Er is heel weinig zichtbaar dat er coherent beleid wordt gevoerd door die regering. Het lijken allemaal losse vlodders, dan gaat het over reizen. Dan zouden we naar Dubai gaan om investeerders binnen te halen. Maar van investeerders hoor je niets. Maar sinds het IMF, waar we op de deur hebben geklopt, blijk heeft gegeven bereid te willen zijn met de dekking van Nederland en nog een paar andere donoren op de achtergrond, dat men schoorvoetend een beetje zaken wil gaan doen met Suriname, dan lijkt het alsof er een hoera-stemming is bij de regering. Men kan weer geld verdelen, want er is geld. Dus men gaat leningen terugbetalen met nieuwe leningen. En nu is men pakketten aan het verdelen. Dat is het nieuws eigenlijk in Suriname al rondom het hele weekend. Ik moet u zeggen, ik word er niet goed van. Het is alleen maar het nieuws over de pakketten die worden verdeeld, want er is een enorme crisis gaande in de economie, in de Surinaamse economie. Die mensen kunnen niet meer rondkomen van hun normale salaris. En het geldt voor iedereen. Het geldt voor de mensen met hoge salarissen. En het geldt voor de mensen met lage salarissen. En in het bijzonder natuurlijk de mensen die geen salaris hebben. En helemaal aan de andere kant van die samenleving. En dan kijk ik richting het zuiden van Suriname. Die tribale volkeren. Maar ik ga me nou richten op onderzoek dat al gedaan is in Suriname, waar ik af en toe naar verwijs. Er is in Suriname reeds jaren geleden onderzoek gedaan naar de manier waarop die bevolking van Suriname omgaat met armoede. Ja, overlevingsstrategieën. En wat blijkt, dat de armoede wordt erger gevoeld in het stedelijke gebied, bij mensen met een klein salaris en andere middengroepen. Die voelen een crisis erger, omdat ze afhankelijk zijn van het stedelijke milieu, waar eigenlijk het Westen, het rijke Westen, gekopieerd wordt. Men moet alles uit de winkel halen. Ja. Maar de mensen van het platteland, die eigenlijk geen salaris hebben, die echte arme lui, en dat denk ik aan de tribale volken, de inheemse en tribale volken in Suriname, die hebben van meet af aan, dus eigenlijk van oudsher, hebben ze leren omgaan met weinig wat de natuur te bieden heeft. Dus ze moeten hun voedsel en hun mogelijkheden uit die natuur halen. En wat blijkt, dat wanneer er een crisis zijn, wanneer er een crisis is, moet ik zeggen, wanneer er een crisis is, blijken die mensen in het binnenland beter om te kunnen gaan met rantsoeneringen en weinig voedsel, tekort aan water, wateroverlast en dat soort dingen. Terwijl die bevolking in een stedelijk milieu, die begint al direct hulp te roepen en is afhankelijk van hulp, omdat men in het stedelijke milieu weinig mogelijkheden heeft om te vechten tegen nieuwe problemen. Die overlevingsstrategieën van de mensen uit het platteland die zijn veel beter en duurzamer. En dat merk je nu ook in Suriname, dat er minder geklaagd wordt in het binnenland, hoewel die problemen daar levensgroot zijn, kan ik u vertellen. Maar de klachten die komen dus uit die stedelijke regio's, en met name die regio's van de stad,
waar de allerarmsten zijn neergestreken. Dat zijn de nieuwe migranten van de binnenlandse migratie in Suriname. Die zijn in bepaalde wijken, men noemt vaak Sunny Point en Ramgulangweg en andere plaatsen waar die mensen zijn neergestreken. Het worden er steeds meer plaatsen. En daar is nu, waarom zijn die plaatsen nu in het nieuws? Omdat er een hele absurdische, men noemt het de Biggie Bombari, las ik ergens in de berichten. Er is een soort hype ontstaan van pakketten verdelen. Ja, het is de regering Boutersen, die bij de vorige regering is begonnen met op populistische manier pakketten samen te stellen en die te verdelen onder die bevolking. Het is een soort brood en spelen idee, geef die mensen maar wat te eten. Dat was een tijdje hun mond. En dat is overgenomen door de regering Santokhi, die uitblinkt in het overnemen van allerlei zaken van eerdere regeringen. Terwijl men die bevolking had beloofd dat men met nieuwe zaken zou komen. Men zou het oude puin opruimen en met nieuwe dingen komen. Maar je ziet dat Santokhi is blijven steken in die oude strategieën, die oude tactieken van het manipuleren van die arme delen van het volk. Dus eigenlijk is het garen spinnen bij de armoede. Men zegt met de mond dat men een armoedecontract maakt, een sociaal contract met de sociaal zwakkeren. Men gaat armoede bestrijden. Iedereen praat over armoedebestrijding. Maar wanneer je ziet dat die armoede blijft, en die armoede heeft een soort vermenigvuldigingscoëfficiënt, dan moet je eigenlijk constateren dat iedereen aan het liegen is. Want als iedereen bezig is met armoedebestrijding, maar die armoede blijft, dan wordt die armoede dus niet bestreden, dan heeft men dus zitten liegen. En dat wordt steeds duidelijker in Suriname, het gemanipuleer van de politici. De mensen hebben weinig zin in de politiek. Het zijn overigens tendensen die ook elders in de wereld zichtbaar waren. Hoor. Het is niet Suriname alleen. Het is overal waar die bevolking wordt bedrogen en op tijd tot tijd wordt ontmaskeren de mensen, de bevolking, ontmaskert de regering. Dus dan kan die regering geen kant meer op. En dan moeten ze aftreden of dan heb je sociale onrust. In Noord-Afrika had je de Afrikaanse lentes. En in Europa, Oost-Europa, waren er allerlei vormen van verzet van die bevolking tegen de regering. In Zuid-Amerika ook allerlei relletjes. Dus die bevolking wordt woeliger. En men begint veel gemakkelijker met durf regeringen naar huis te sturen. En in sommige landen worden ze zelf juridisch nog achtervolgd of vervolgd. Ja, men moet niet denken dat als men niet meer aan de regering is, dat het afgelopen is. Die bevolking gaat de zaak onderzoeken en die daagt alsnog de verantwoordelijken voor het gerecht die het land naar de knoppen hebben gebracht. Dus die krijgen nog hun verdiende loon. En je ziet dat die wolken ook boven Suriname hangen. Er is een regering waar niemand wat van begrijpt. Omdat aan de ene kant zie je jubelende gezichten van hoogwaardigheidsbekleders, tussen aanhalingstekens, die in dure auto's zich verplaatsen. De president, die spant de kroon samen met de vicepresident. De president die rijdt met minstens 7 volgauto's en motoren die de auto's vooruit rijden. Die dan met veel bombari en sirenes aankondigen dat de president in aantocht is. Soms dwars door begrafenisstoeten heen wordt er gereden om toch het sensationele signaal af te geven. De boss himself is in aantocht. En dan moet iedereen opzij natuurlijk. Alles moet stilstaan, de baas komt langs. En Brunswijk die zegt, ik kan er ook wat van. Dus de ABOP, tweede regeringspartner, die is van hetzelfde laken een pak. En je ziet dat ze dan ook dat nadoen. Het wilderig vertoon van wij hebben het voor het zeggen hier, wij hebben de macht. En ik moet u zeggen, het
is zoveel nieuws aan de ene kant, maar zoveel versnipperd nieuws, dat als ik alles zou behandelen, u draaierig zou worden. Want er is over alles wel wat te zeggen. En bijna overal zie je hetzelfde verschijnsel optreden. Namelijk willekeur. Om u maar een voorbeeld te geven. Ik ben met bouwwerkzaamheden bezig. En dan ga je naar een winkel om onderdelen te kopen. En dan hoor je overal hetzelfde verhaal. Namelijk dat de huidige regering onder het mom van schoonmaak. Maar zo dat is men is bezig met operaties tegen Boutersen, dan hoor je over het verhaal, en met name in de houtsector hoor je dat, dus, want ik heb het over bedrijven die met bouwmaterialen bezig zijn, en hout is een van die bouwmaterialen, en dan hoor je dat dus concessies die in een vorig stadium zijn verleend aan bepaalde bedrijven, omdat die bedrijven gelinkt zijn aan misschien verkeerde politieke groepen, partijen of personen, wordt de vergunning ingetrokken. En dan zit zo'n bedrijf met een vreselijk probleem. En vaak is het zo dat men niet durft hardop te klagen, omdat men bang is dat die zaak erger wordt als men hardop gaat klagen. En dan krijgen ze de vergunning nooit meer terug. Dus men probeert dan lobby's in te zetten om toch alsnog de vergunning terug te krijgen. Dus het lijkt bijna op bijltjesdag wat zich afspeelt in Suriname. Dus ik geef als voorbeeld het terugtrekken van vergunningen. Het gaan dwars liggen bij bepaalde bedrijven die floreerden en het goed deden. En nu die bedrijven boycotten. Maar er komt niks voor in de plaats, want daar gaat het om voor mij. Maar boycot je alles. Maar en dan moet je in de plaats van diegene die het boycott iets beters invullen, maar dat gebeurt niet. En daarom zie je zien de ogen bijna alles in Suriname achteruit gaan. De goeie die stoppen ermee. En andere incapabele mensen die krijgen vergunning en mogen gaan zitten rommelen. Dus het wordt rommeliger in Suriname. Dat is de samenvatting van mijn eerste indrukken van het nieuws. Maar goed, het is woensdag 6 april. We gaan er toch met frisse moed tegenaan. Omdat, ja, we moeten niet opgeven, een Surinaams dichter schreef in zijn gedicht dat zo eindigde met de woorden: en toch omhels ik telkens weer dit mooie land, Suriname. Nadat hij in zijn gedicht de kritiek had geuit, eindigt het gedicht hoopvol: laten we de hoop niet verliezen. En dat is ook mijn opstelling. Ja, ik lever kritiek, maar ik zeg tegelijkertijd: die kritiek is bedoeld om ervan te leren en om ervoor te zorgen dat we niet die oude fouten die in het verleden gemaakt zijn, weer maken in Suriname. We moeten met die nieuwe generaties vooruit. We moeten toch op een of andere manier hoop putten dat niet alle Surinamers verdorven zijn. Er zijn wel degelijk Surinamers met hun hart op de juiste plaats en die het goed doen. En af en toe is het toepasselijk dat naast onze kritiek wij ook daarop moeten wijzen dat er is nog hoop. Achter de wolken schijnt nog steeds de zon. En laten we hopen dat we er wat van kunnen maken in Suriname. Maar even nou concreet naar wat er gaande is. Het onderwerp van gesprek is de rivaliteit wat nou zichtbaar wordt tussen de VAP en de ABOP. Het handelskapitaal dat bij de VAP zit en bij de ABOP. ABOP heeft er ook een handje van, hoor. Ik noem wel vaak de VAP, omdat die sterker, groter en machtiger is dan de ABOP. Maar de ABOP weet er ook wat van. En ik heb in mijn vorige uitzending, om het samen te vatten, om terug te koppelen, heb ik in mijn vorige uitzending een historische poging gedaan om erop te wijzen dat bepaalde fouten in de parlementaire politieke ontwikkelingen zich weer voordoen. Fouten die we in de 70e jaren hebben meegemaakt. En we weten hoe het is afgelopen. Je ziet dat we er niets van hebben geleerd. Want vandaag de dag zijn we geen stap verder. En dat noem ik de tegenstelling, die etnische tegenstellingen in Suriname. Men praat vaak over raciale tegenstelling, maar het is niet altijd racisme.
Het is gewoon een hinderlijke manier van etnisch indelen, etnisch profileren. Men heeft in Nederland een nieuwe term ervoor gevonden, dat men etnisch profileert. Dus alles wat je doet, daarbij hou je de kaart op de achtergrond van de etnische verhoudingen en dan handel je. En wanneer je dat politiek doet, wanneer je bewust daarmee aan het manipuleren bent, dan noemt men dat etnomanie. En de etnomanie is in Suriname ingetreden tijdens twee regeringen Boutersen. Waarbij Boutersen de etnomanie, dat het manipuleren met etniciteit, vertaalde als zijnde dat hij alle etnische groepen een kans geeft met zijn NDP. En de mensen zonder opleiding en de laaggeletterden, die spraken dit gewoon na. Men hapte het na en sprak erover van, ja, NDP, daarin zitten alle etnische groepen. Kijk, het is een multi-etnische partij. Terwijl wat mijn vrienden en collega's en noem maar op, mensen met wie ik van gedachten wissel over politieke verhoudingen in Suriname, die bevestigden mij dat er een machtsgroep in die NDP is binnengeslopen van captains of industry uit die Hindoestaanse sectoren. En ik zeg Hindoestaans omdat iedereen in Suriname weet het, maar je mag het niet uitspreken. Iedereen weet dat die handel sinds jaar en dag onder controle is van Chinezen en Hindoestanen. Eerst van de Hindoestanen, die hadden het voor het zeggen in de handel. En die hebben deels, niet helemaal, deels hebben ze hun posities doorverkocht aan de Chinezen. Het is bekend dat bij die exodus waar ik was gebleven de vorige keer, van het wegstromen van Surinamers naar Nederland, dat veel Hindoestaanse middenklassen, figuren met kleine winkeltjes en zo, die hebben verkocht aan de Chinezen. Niet aan andere Surinamers, die hebben hun winkel, hebben ze aan de Chinezen overgedragen. Wanneer ik dit vertel, moet ik denken aan een verhaal dat ik heb gehoord van een Surinaamse schrijfster. Ik weet niet of ze nog leeft, ik hoop van wel. Maar zij vertelde mij, ze heette Chinasi, en ik kom straks op die naam, maar het komt erop neer. Zij vertelde me dat ze is opgebracht door een Creoolse moeder en een Chinese vader. Een huwelijk dat veel voorkwam in de regio Koroni, omdat veel Hindoestanen die zijn vanuit Guyana naar Suriname gekomen. Dus vanuit Nikeri zijn Suriname binnengekomen. En dat geldt ook voor de Chinezen. En daarom heb je dus in Saramaka heb je een plantages gehad van Chinezen. Ja, en heb je in Koroni intermariage, dus het huwelijken tussen Chinezen en Creolen. Ja, dat vond in Koroni plaats. Het is heel merkwaardig dat die oude Chinezen van Suriname, zowel in Ikeri als in Koroni als in Saramaka, gemengde gezinnen hebben gehad. Ja, en daar nog steeds wonen. En maar wat ik wil zeggen dus is dat het handelskapitaal, ja, van die Hindoestanen en die Chinezen, dat ging spontaan vroeger, hè. Er zat geen beleid achter, hoor. Er zat niemand achter een stuur of in bestuurlijke kringen met tactieken en valletjes. Nee, het was spontaan omdat in Suriname er werd gerecruiteerd voor de arbeid uit een vooroordelen. Geef maar een voorbeeld. Iedereen vond dat Bosland-Creolen zijn sterke mensen. Dus de Bosland-Creolen werden ingezet in de bosbouw. Sinds jaar en dag is daarom de bosbouw in Suriname, ja, dat is een aangelegenheid waar Bosland-Creolen belangen bij hebben. Omdat zij in die sector woonden en werkten, werden ze daar gerecruiteerd. In die landbouwsector heb je de Javanen en de Hindoestanen in die landbouwsectoren. En dat ging spontaan. Het is overgenomen van die koloniale verdeel- en heerstrategie. Het zijn die koloniale eigenaren of bezitters van Suriname, moet ik zeggen, duidelijker. Want dat is een vraagstuk dat de hele tijd naar voren komt. Van wie is Suriname?
Maar de Nederlanders, die hebben dus een geschiedenis lang gedaan alsof Suriname van hun was. Terwijl ik heb gezegd, de geschiedenis leert ons dat Suriname van de Indianen is geweest en is gebleven. Dus de Indianen hebben nooit Suriname verkocht aan geen enkele andere eigenaar. Dus die Indianen zijn tot de dag van vandaag de eigenaren van Suriname. Maar goed, dat leidt tot veel, veel verwarring. Omdat de Nederlanders die zijn begonnen met verdeel en heers, mensen uit alle delen van de wereld brengen naar Suriname, die hebben al die mensen voor specifieke werkzaamheden ingezet. En ze hebben die mensen apart van elkaar laten wonen. Er was geen integratie. Men woonde niet met elkaar samen, maar naast elkaar. Met een moeilijk woord om dat uit te drukken, men noemt het vreedzame coexistentie. Je woont vreedzaam naast elkaar, je valt elkaar niet aan, je valt elkaar niet lastig, maar je groeit niet naar elkaar toe. Ieder beleeft zijn eigen dingetje, zijn culturele tradities en gewoonten op zijn of haar eigen manier. En men accepteert de ander 100%. Men neemt genoegen met alle cultuuruitingen van de ander. Maar zelf beslist men te blijven bij eigen parochie. En zo is het de hele geschiedenis in Suriname toegegaan. En ik leg u uit hoe het is gekomen eigenlijk, dat op deze spontane manier, na de afschaffing van de slavernij, en afschaffing tussen aanhalingstekens, maar goed, na 1863, dat we een datum noemen, en je moet eigenlijk ook 3, 10 jaar bij optellen, vanwege het contract dat de vrijgemaakte slaven nog hadden met de slavenhouders. Ja, die moesten 10 jaar onder staatstoezicht werken. Dus je moet nemen 1873. En dat is ook het jaar waarin de Hindoestaanse immigratie is begonnen. Ja. En dat betekent dat men die slavenbevolking heeft men weggejaagd uit die plantages. Men komt met allerlei mooie woorden dat mensen mochten kiezen, maar je kunt niet kiezen tussen dingen die je niet kent. Wanneer je kiest om iets te doen, dan moet je alles weten van waaruit jij kiest. Maar dat was niet het geval in Suriname. Die slaven die mochten nergens naartoe van hun plantages. Dus men moet niet liegen dat ze iets konden kiezen. Ze konden niks kiezen. Men heeft gewoon die deur van die plantage opengezet en zegt zo, gwe, if you know one, this slaaf. Hij moest gwe, ja, pot of ja. En zo is dus, na die slavernij, zijn die Creolen of die Afrikaanse Surinamers, die zijn in grote getal naar de stad Paramaribo gegaan. En daar belanden zij in die Pras Ossos. Er was geen plaats voor ze. Mensen woonden al in de stad. En men heeft nergens gezegd, zo, er komt een nieuwe groep immigranten. Dus we gaan ze een huis en een tuintje geven. Dat is niet gebeurd. Dus schoven die Creolen, die schoven bij elkaar aan op die erven van die rijke witte Nederlanders in Paramaribo. Die witte huizen, die mooie witte huizen die u ziet met die mooie balkons. Die hebben allemaal een Ningeredoro. Die naam is nog steeds gebleven. Die Ningeredoro was bestemd voor die zwarte Surinamer, de Afrikaanse Surinamer. Die mocht niet door die voordeur. Dat is voor de witte slaven-eigenaar, de baas. Die gaat door die voordeur. Ja, met koper, veel koper in het huis. Maar die zwarte Afrikaan, die werd verplicht door die Ningeredoro te gaan. En de Ningeredoro werd daarom de poort van de geschiedenis van de Surinaamse bevolking, de nieuwe stedelijke Surinaamse bevolking, bestaande uit ex-slaven en veelal mensen uit de binnenlanden. En dat waren dus de Indianen die in de stad doelden. Die waren hier en daar in de stad gearriveerd. En dat werd dan die bevolking van Suriname zo gaandeweg. En de nieuw aangekomenen, want dat moet u goed beseffen. Want ik zei u, in 1873 is ook de immigratie uit India is begonnen, maar die werden niet in de stad gehuisvest. Die nieuwelingen, die nieuwe mensen die kwamen uit het buitenland, uit India, die werden niet gehuisvest in Paramaribo. Die werden ontvangen buiten Paramaribo en die moesten ook buiten Paramaribo blijven werken.
Dat is ook gebeurd met de Javaanse immigratie in 1890. De Hindustanen zijn begonnen in 1873 met de Lalaruk binnengekomen. En de Javanen die in 1890 Suriname binnen begonnen te komen, die werden ook buiten Paramaribo geparkeerd en veelal in Mariënburg, in Saramaca, Coroni, Nikeri, maar niet in Paramaribo. En ze kwamen op eigen gelegenheid en als er op andere manier aanleiding toe was, kwamen ze wel naar de stad toe. Dus de stad begon steeds gemengder te worden, maar de stad bestond uit dus die witte koloniale burgers, al dan niet gemengd, en dan op die Pras Ossos, de ex-slaven die daar hun toevlucht moesten zoeken. Met verschillende huizen op een erf, met één hoofdkraan en achterin een komakoisie, het gemakkelijke huisje, de wc. Ja, die leefvorm hebben vele Kriolen van vandaag de dag nog meegemaakt. Die generatie is nog niet weg. Die is er nog. Die heeft meegemaakt, live. En zo moeten we de geschiedenis goed op een rijtje zetten, voordat we gaan proberen te verklaren wat er vandaag de dag gebeurt. Want waarom moet ik u dit vertellen? Nu de VAP en de AMBOB met hun aanstelrijtjes bezig zijn met pakketten te verdelen aan die bevolking, dan krijg je dus echt beledigende uitdrukkingen en uitlatingen die men niet beseft. Ik ga u een voorbeeld geven. Ik zie een filmpje waarbij rijstpakketten en andere voedingsmiddelen worden verdeeld door Brunswijk, de leider van de ABOP. En dan komt hij er liefst zelf bij staan, want hij moet gefilmd worden, dat hij pakketten verstrekt. Ja, het zijn pakketten voor de armen, ja. De man vergeet dat hij zelf arm is, hè. Brunswijk is straatarm. En met arm bedoel ik niet dat hij geen gouden tanden heeft of een gouden oorbel. Ik bedoel, hij leeft een armoedig cultureel leven. Een armoedig leven in een dorpje zonder straten. Dat beseffen die mensen niet, hè. Met primitieve omstandigheden. Ja, hij moet nog uitkijken dat er geen ratelslang in zijn huis komt, bij wijze van spreken. In het bos. En maar tegelijkertijd beschikt hij over goud en geld. Ik laat even in het midden hoe hij eraan komt. Maar dat schept een vals beeld. En dan zie je dus dat ook dat Brunswijk dus die dat zijn hart op de juiste plek heeft. Hij is zeer sociaal voelend. Dus die wil ook nu als onderdeel van de regering, nu hij ziet dat zijn baas Santoki pakketten verdeelt, moet met Brunswijk ook pakketten verdelen. Die politiek in Suriname komt niet verder dan dat. Denkt u dat Brunswijk een eigen analyse maakt hoe wij de diamantsector gaan ontwikkelen in Suriname of zo? Die mannen zijn niet daarmee bezig. Denkt u dat Brunswijk het interesseert hoeveel vis er gevangen wordt voor de kust van Suriname? En of die vis van Suriname is, waar die vis terechtkomt en hoeveel geld er met die visverkoop wordt verdiend en hoeveel er in staatskas terechtkomt? Denkt u dat Brunswijk daarin is geïnteresseerd? Nee. Brunswijk is voor Osso is hij bezig met die mijnbouwsector, met goud delven en met allerlei knevelmethodes, want ik krijg die informatie. Ik heb gewoon goede informatie van directe slachtoffers die klagen dat ze zijn beroofd door manschappen van Brunswijk. Tot de dag van vandaag gaat het door. Maar niemand durft erover te praten, want men is bang. Men denkt, Bigado, als ik het ga zeggen, dan heb ik straks heb ik Santoki die me in de gevangenis wil gooien. Of Brunswijk die fysiek met me wil afrekenen, zoals hij met Pinas heeft gedaan. Dan krijg je een pak slaag, je krijgt pai pai. Papa Brunswijk geeft pai pai. Dus is iedereen voorzichtig. En ik zeg, ik ben ook voorzichtig. Ik ben geen domme held. Ik ben geen Don Quixote. Weet je, ik voer geen gevecht tegen de windmolens. Ik ben realistisch en ik besef dat je kritiek moet gefundeerd zijn. En daarom breng ik mijn kritiek, breng ik voorzien van historische data. Historische feiten, waardoor u kunt zien dat ik die dingen niet uit mijn duim zuig. Maar in ieder geval, wat ik probeer te zeggen, is dat theater met het verdelen van pakketten wanstaltige vormen heeft aangenomen. Het
Het is om je te schamen. En ik was bezig te behandelen dat ik in een filmpje zag hoe Brunswijk pakketten verdeelde. En ik analyseer die beelden voor u. Dan hoor je Brunswijk zeggen, ja, die zien af hoe, de pakketten zien, die zien af Rangoulan weg. Dan noemt hij die wijken van die, waar die sociaal zwakkeren wonen. En dan zegt hij, drap in een apartheid, Alizi, drap in af Quata, ik zeg maar wat. En dan zegt hij ook, en die zien, dus, het komt er meer, het is een verspreking, of toevallig zijn die woorden achter elkaar gezegd. Je kan dat ding terugspoelen en beluisteren. Dan heeft hij het over die armen van Paramaribo. Dus het is, waarom het me is opgevallen, dat Brunswijk zegt van dit zijn voor die armen van Paramaribo. Dan heb ik zitten, ik heb toen ik die tekst hoorde, toen dacht ik, kijk een toestand hier in de geschiedenis. Dat een nazaat van de Marons, uit Mungo Tapu, ja, die onder erbarmelijke omstandigheden nog steeds, vandaag de dag nog, nou, u moet gaan kijken daar. De leefpatronen zijn niet veranderd. Denkt u dat ze met een kleine stad heeft gemaakt van Mungo Tapu, of een stedelijke ontwikkeling heeft ingezet met een stadcentrum en met sportvelden voor de jeugd en zo? Nee, die mensen wonen nog steeds kriskras. Wonen ze, heel Suriname is nog steeds dat beeld dat u kent van die dorpen, die plantages, ja. Er komt hooguit een nieuwe woning bij, dat is er wel. Brunswijk bouwt eigen woningen, nieuwe woningen, en die zien er mooi uit. Maar die woningen staan in een infrastructuur die niet ontwikkeld is. Denkt u dat ze eerst die straat gaan aanleggen met een goede, moderne riolering en goede afwateringen? Nee, men bouwt een huis gewoon, daar waar de grootmoeder ook had gebouwd. En zo heb je dus rare situaties in Suriname, dat alles kriskras door elkaar gaat. En ik wees telkens op die analyse van de Verenigde Naties, die heeft ook die armoede bestudeerd in Latijns-Amerika en Zuid-Amerika. En die mensen van de Verenigde Naties hebben zich ook afgevraagd, hoe komt het dat in heel Zuid-Amerika je diezelfde patronen ziet van armoede? Diezelfde patronen van armoede. En toen is er een van hun constateringen geweest, nogmaals, één van hun constateringen, ze hebben meerdere dingen geconstateerd, dat die armoede komt door die ongelijke ontwikkeling die stagneert. Het is een ongelijke ontwikkeling, dus dat je hebt heel hoog ontwikkelde mensen die slim zijn, een school kunnen afmaken en verder doorstromen naar hoger onderwijs. En dan moet je trots zijn dat mensen van het binnenland toch erin slagen een academische titel te halen. Dat is een geweldige prestatie. Ja, omdat als je ziet dat die kinderen te beginnen op de lagere school met een boot naar school moeten, met zwemvesten, en een hele andere schoolloopbaan hebben dan die kinderen in de stad, dat is een bijzondere prestatie. En het geldt ook voor andere kinderen van het platteland, van Saramaka en van Ikeri, waar men niet stil blijft bij staan, dat in Ikeri menige student en de Nigerianen kunnen me navertellen, namelijk dat die hebben moeten studeren bij Kokolampu. En ik heb het over die generatie van nu, hoor. Ik heb het niet over generaties van jaren geleden. Dus men heeft toch onder primitieve omstandigheden moeten studeren. En die leraren in Ikeri waren veelal van Creoolse afkomst. En vroeger deed het er niet toe, dus in die koloniale tijd was de kolonisator de baas. Die was de baas van iedereen. Dus maakten die mensen geen problemen over etnische vraagstukken. De problemen rondom die etniciteit zijn ontstaan op het moment dat wij Surinamers, geacht werden zelf verantwoording te dragen voor de ontwikkeling van onze eigen maatschappij. Toen werd het belangrijk wie wat is en wie wat heeft. En wie sterker is dan wie. Wie meer macht heeft dan wie. Dat soort vraagstukken zijn gekomen dus, om het precies te benoemen, na die onafhankelijkheid van 25 november 1975. Maar ik ga terug naar het populisme van de VHP en de ABO op dit moment. Dat populisme, dat betekent goedkope propaganda plegen met overheidsgelden, zodat je
de onderlagen van die bevolking daarmee imponeert. En dat gebeurt nu met voedselpakketten. Ja, en met allerlei benoemingen. Het gaat gewoon door. Men heeft geklaagd dat Boutersen terecht te veel ambtenaren in dienst heeft genomen. Maar men gaat gewoon door. Alleen, vandaag de dag heet het niet dat je ambtenaar bent geworden zomaar. Zoals ten tijde van Boutersen. Maar het heet nu, je bent lid geworden van een bijzondere commissie. Meneer Santoki, die grossiert in allerlei commissies. Voor alles is er een commissie. En natuurlijk, nu er zoveel geklaagd wordt, hoor je nu een verstandige opmerking uit de regering, uit de regeringskringen. En die opmerking betreft dat men zegt dat men wil gaan reshuffelen. Dan wordt het erkend en dan wordt het ontkend. Ja, men doet alsof het een aprilmop was dat men zou gaan reshuffelen. Maar ik kan u verzekeren dat er wel degelijk binnen de VAP, de leidende politieke partij van de regeringscoalitie, dat er binnen die partij werkelijk wordt gedacht aan bepaalde ministers en hooggeplaatsten te gaan reshuffelen, dus van hun positie te gaan ontheffen en daar andere mensen voor in de plaats te zetten, omdat de negatieve kritiek alsmaar toeneemt in Suriname, in weerwil van alle PRI-activiteiten van de regering, die de ogen piert, zeg maar, in Suriname, als ze een kritiek geluid horen. Maar die bevolking trekt zich nergens van aan en de kritiek blijft aanzwellen. Dus zie je dat die druk op die regering toeneemt en er nu dan door die minister van Buitenlandse Zaken wordt erkend dat er gaat worden gereshuffeld en dan wordt het weer ontkend. Maar in ieder geval, er zitten veranderingen aan te komen. En om u een voorbeeld te geven, gewoon een dwarsstraal, we gaan niet in de diepte hoor. Ik heb gedacht, we gaan deze uitzending een beetje luchtig houden om u bepaalde verkeerde trends aan te tonen die er waarneembaar zijn in Suriname nu, vandaag de dag. En dan noem ik eentje. Ik durf te wedden, als ik u vraag, wie is de minister van Sociale Zaken in Suriname? Dan weet niemand het. Die naam is zo onbekend. Ik hoop dat ik het goed uitspreek. Mevrouw Urakwit Ramsaran. Met een M op het einde. Je hebt Ramsaran met een N en Ramsaram. Deze is Ramsaram met een M. Die is minister van Sociale Zaken. En weet u wie haar directeur is? Ik denk dat niemand van die vrouw heeft gehoord. Dat is Melita, geen Melissa, Melita Centelia. Heeft u van die naam gehoord? Centelia, de directrice van Sociale Zaken. Is uw naam. En waarom neem ik even Sociale Zaken als voorbeeld? Omdat dat theater, het toneel dat gespeeld wordt door die regering met voedselpakketten strooien, ja, waar iedereen op af is gegaan, ja, want je hebt eten nodig, je moet overleven, dus ik neem mensen niet kwalijk, mensen die dus op die pakkettenstrooiactiviteiten van de VAP, de ABOP en de PL, want de PL noemt het anders hoor, die verdelen geen pakketten, maar die hebben zogenaamd buurtwinkels geopend, Pirti Winkri. En daar kun je ook goedkoop beneden de gangbare opgevoerde winkelprijzen kan je producten kopen. Maar goed, ik ga niet in het populisme van sommige groeten. Maar het is van hetzelfde laken een pak. Dus al die regeringspartijen die strooien met pakketten. Ik zeg met een uitzondering voor de NPS. De NPS die houdt het bij verbale activiteit van mevrouw Etnel. Maar het komt erop neer dat, want ik was aan het aangeven dat niemand sociale zaken kent. Maar wat is het punt? Wanneer je pakketten gaat verdelen, dan ben je bezig met sociaal beleid. Dan moet je dat hebben afgestemd met jouw functionarissen van het ministerie van Sociale Zaken. Want Sociale Zaken is bedoeld als een ministerie die, zoals de naam het zegt, die sociale zaken moet aanpakken. En wanneer je voedselpakketten verdeelt aan bepaalde arme delen van de bevolking, dan ben je met de sociale zaak bezig. En dan heb ik dus een vraag, een politieke vraag. In welke mate wordt dat beleid van het verdelen van pakketten afgestemd met de mensen van sociale zaken, de verantwoordelijken? En dan noem ik die namen nog een keer. U had ze voor het eerst uit mijn mond horen, want toen ik het bericht vernam
en navraag heb gedaan, moest ik ook even wennen aan die namen, want ik had ze nooit gehoord. Mevrouw Urakwit, ja, Ramsaram, minister van Sociale Zaken, en Melita Centelia, directeur van Sociale Zaken. Ja, die vissen achter het net. En die, ja, die worden nergens bij betrokken, maar die moeten nog ook in het nieuws komen. Dus bedenken ze iets dat ze in het nieuws komen, omdat een of andere bezoeker van een internationaal orgaan, ik dacht UNICEF of zo, die is in Suriname geweest, en dan komen ze op het bordes staan samen met de bewindvoerders, en dan hoor je iets van die van onze minister van Sociale Zaken. Maar waarom nu? En dat wil ik u zeggen. Nu is iedereen bang op het ogenblik bij die regering Santokki. Want men hoort het verhaal van er gaat worden gereshuffled. Dus al die mensen zijn bang. Ze zijn allemaal bang. Ze denken, jongen, migado, de man poer me. Dus iedereen denkt, ik hoop maar niet dat ik op die lijst sta, dat ik word gereshuffled. Omdat ook het reshuffelen niet overlegd wordt. Het is een koehandel bij die regering. Er wordt niet openlijk over dingen gediscussieerd. Over de reden waarom en wat de zwakke plekken zijn, de sterke plekken van iemand. Nee, je hoort een gefluister dat er worden gereshuffeld. Dat zou worden gereshuffeld en dan vallen alleen namen van Bronto. En natuurlijk hoort de PL, hoort dat Bronto zo hard, joh, misschien zal worden gereshuffeld. Maar dan krijg je, en zo moet je het nieuws analyseren in Suriname. Dan krijg je plotseling, komt die vader regelmatig in het nieuws. Hij komt een Javaanse vrije dag bepleiten voor de Javanen. En dat doet hij via de organen van het ministerie van Binnenlandse Zaken, waar Bronto minister is. Ja, en nu is die vader weer in nieuws. Hij is eerst rondom die vrije dagen, heeft hij uitgebreid zijn zegje kunnen doen. En heeft hij ook alle Javaanse moslimorganisaties aan het woord gelaten. En nu is hij weer in het nieuws met zijn boenkoop-serie van winkeltjes. Hij heeft toko's heeft hij ingesteld. En dus het komt allemaal op hetzelfde neer. Brunswijk doet het met pakketten. Die verdeelt ze. En Brunswijk doet het een beetje spastischer. Namelijk, toen ik zag die verdeelpartijen bij de VAP, die doet het op hun manier. Bij de VAP gaat het om lange rijen, kilometers lange rijen van hele dure auto's die een pakket komen halen. Ja, en daar waarschuwt men die mensen van, je mag niet een auto vol laden met pakketten om ze te gaan verkopen. Want die pakketten moeten worden gekocht natuurlijk. En natuurlijk, die mensen van de VAP zijn mensen van het handelskapitaal. Dus je kunt er gewoon, vroeger had ik die uitdrukking, ik zei, je kunt er azijn op drinken. Dat men die pakketten gaat kopen om ze weer te verkopen, toch? Dat is big business. En Brunswijk heeft het anders. Die heeft rijstzakken gemaakt met daarop Bravo rijst. Heeft u ooit gehoord dat Brunswijk rijst heeft geplant voor zijn bevolking? Nee. En het bedrog, en dat analyseer ik. Omdat er nu pakketten worden verdeeld, heb je ook een Bravo pakket van Bravo rijst. Dan komt er een rijstzak met daaronder, daarop de naam Bravo reis. Dus de reis is, ja, ik weet niet wat hij bedoelt, of die reis van Bravo is, voor Bravo of door Bravo, maar het is in ieder geval Bravo reis. Als u die reis eet, dan moet u denken aan Brunswijk die u aan het opeten bent. Wel, ik hoop dat iedereen die reis behoorlijk goed opeet, want daarna is Bravo op, als die reis op is. Maar het is bij het kinderachtige af, dat er nu een show wordt gegeven die eigenlijk al lijkt op een prematuur ingezette verkiezingscampagne. Men is met de verkiezingen bezig hier in Suriname. Er gebeurt gewoon niets. Er wordt niet geproduceerd. Er zijn geen ontwikkelingen van nieuwe instituten. Iedereen is met die verkiezingen bezig. Wie wordt die nieuwe president? Wie? Men hoort, er gaat een nieuwe politieke partij komen, of een nieuwe beweging is bezig zich klaar te maken, zit in de startblokken. En de grote vraag is, wie zijn dat? Iedereen is benieuwd. Maar goed, het komt erop neer dat populisme viert hoogtij nu.
En je hoort nu allerlei namen die je niet hoorde van ministers die zeggen dat, of menen dat ze nu in het nieuws moeten komen. Anders worden ze met een stille trom gereshuffeld. Er hoort niemand van ze en weg zijn ze. En er wordt ook bekendgemaakt dat als je wordt gereshuffeld, dan behoud je je salaris. En daarom zijn er mensen die zeggen, die met advies komen aan de president van, president, reshuffle maar niet, want het kost de staat te veel als je gaat reshuffelen. Want die mannen behouden en die vrouwen behouden hun salaris. En er komt een nieuwe met hetzelfde hoge salaris. Dus dat het reshuffelen gedoe behoudt in dat er niet wordt bezuinigd. Ja? En ik ga niet verder op de inhoud in, want reshuffelen is een onding dat eigenlijk niet bestaat in de wereld, in die politieke arena van de wereld. Namelijk, het is namelijk zo dat in de meeste landen, het is bijna, dat is eigenlijk het gebruik bij parlementaire democratieën, dat wanneer een regering wordt gevormd, dan moet je de formateurs die de regering vormen serieus nemen. Die zeggen aan die bevolking, wij nemen de beste kandidaten die we hebben in ons land om minister te worden. Dat is toch de bedoeling? Dat je de right man en de right woman on the right places zet. Dus wanneer dan blijkt dat zo'n aangestelde persoon als minister niet voldoet, niets doet, er vallen gaten in zijn beleid of er gebeurt niks gewoon en er is achteruitgang zichtbaar, mensen klagen, dan is het gebruik in de hele wereld dat als je niet voldoet, dan moet je terugtreden en dan trekt de hele ministeriële ploeg trekt de conclusies dat men ook moet aftreden. Dat is in de hele wereld zo. Je hebt een regeringscrisis dat naar aanleiding van een conflict over een onderwerp die hele regeerploeg aftreedt. Maar dat is er niet bij in Suriname. Het is gewoon los zand. Niemand denkt eraan om, als u meneer Kenneth Amoxi laat aftreden, dan treed ik ook af. Dat doen ze niet. Want ze moeten hun salaris blijven behouden, hun emolumenten en alle voordelen die kleven aan hun politieke positie. Dus niemand denkt aan aftreden. Integendeel, er wordt gepraat over reshuffling. En mensen denken alleen maar aan behoud van die positie die ze hebben. En het wordt ook openlijk ongegeneerd gezegd in de media hoor. Van je hoeft niet bang te zijn dat je je salaris gaat verliezen. Je behoudt je salaris, maar er wordt gereshuffeld. Een onding in de Surinaamse politiek. En dan wil ik u nog even een paar nieuwtjes langslopen en voordat ik definitief eindig. Want ik zie dat de tijd ook al behoorlijk gevorderd is voor dit programma. En ik wil hierop wijzen dat al een tijd geleden in Bigipang zijn er twee advocaten, gewoon juristen, hè, advocaten die op jacht waren met een jachtgeweer. Die zijn bekeurd en aangetroffen dat ze geschoten hebben op wild. Die heren waren gewoon bezig die mooie grote flamingovogels te schieten. En de boswachters hebben die mensen betrapt. Ja, het is al een tijdje geleden gebeurd, maar het nieuws blijft door sudderen. Waarom? Omdat men, de bevolking van Nikeri, gewoon doorgaat met stroperijen en jacht. Er wordt gewoon gejaagd op die ooievaars. En de biologische naam voor die beesten is de rode ibis. De rode ibis. En alle andere varianten van ooievaar die we ooievaar noemen. Flamingo's, hè, is ook een andere populaire aanduiding. Die komen uit Canada en uit noordelijke steken, daar boven Amerika, Alaska en zo. En die komen overwinteren in Suriname. Dus zeggen die jagers in Suriname, dan moeten we nu in het jachtseizoen moeten we gaan schieten op die vogels. Dus men schiet ze à la dol, hè, Surinaamse uitdrukking. Men schiet maar raak. En dat dan voor een land dat Santo Cui heeft ons land vertegenwoordigd op de klimaattop, waar er werd gesproken over het milieuvraagstuk en de klimatologische veranderingen en wat er allemaal op het gebied van klimaatbeheersing gaat veranderen in de wereld. Dat doen wij aan mee, maar tegelijkertijd is wat in ons land gebeurt contrair. Is precies tegenovergesteld. Wij schieten maar raak op wild
Ik heb u de vorige uitzendingen behandeld dat ik zelfs in het binnenland getuige ben geweest van het verdelen van het vlees, het verkopen van het vlees van een agouti. Ja, er was een hele discussie of een agouti nou een bosvarken is of een boskonijn. Maar in ieder geval een groot beest, dat lijkt op een big. Maar ik heb gezien hoe er levendig handel is in wild vlees. En dus wij doen aan alles. Maar we gaan om te reizen in de wereld, bezoeken we allerlei conferenties en leggen allerlei verklaringen af internationaal waar we ons niet aan houden. En ik geef u het voorbeeld, we waren op die klimaattop met mooie preken voorbereid door meneer Ramdien, Albert Ramdien, die een naam heeft verworven, een beetje dat hij heel goed is in het overschrijven van dingen. Ja, u zult meer van het nieuws horen, want ik heb begrepen dat allerlei personen een kruistocht tegen die Ramdien zijn begonnen om aan te tonen dat hij is een persoonlijke kwestie. Plagiaat heeft gepleegd, maar ik ga daar niet verder op in. Maar ik wil alleen wijzen erop dat wij, voorbereid door Albert Ramdien, aan allerlei internationale congressen meedoen en allerlei statements daar ondertekenen. Ja, maar in het land Suriname is alles mis. En ik wijs ook op de regelmatige vangst van schildpadden, eieren dieven die duizenden, het gaat om tientallen duizenden schildpad-eieren van die Aikanti, die worden gewoon gestroopt in de nacht. En als ik u zeg, als iemand wordt betrapt met 40.000 eieren, die je niet zomaar kan vervoeren, dan zit er een organisatie achter, dat weten ze in Suriname. En dat, ik heb dingen regelmatig in dit programma naar voren gebracht. Men steelt à la dol, er wordt geroepen. Er wordt gejat op zee. Er is piraterij is er op die zee. Men vist lukraak. En er zijn buitenlandse vissers, vaak Guyanese, die in Suriname meedoen aan visstroperij. En noem maar op. En wat zie je? Er komt een regering, een nieuwe regering staat op zee. En die belooft aan die Guyanese dat ze nog 70 visvergunningen erbij kunnen krijgen. Dat ze legaal die Surinaamse wateren mogen leeg vissen. En natuurlijk zijn er bezorgde Surinamers die opstaan. En eentje van is dokter Ramcharan. Dokter Ramcharan Ashwin heeft een heel goed artikel geschreven. Met de retorische vraag kan je bijna zeggen. Van of Suriname straks nog bestaat als wij niet een deel van Guyana aan het worden zijn. Want de regering Santokie, die maakt ons wijs dat wij samenwerken met Guyana. Hij werkt samen met Guyana, maar Guyana weet nergens van. En overal valt Guyana in de prijzen. Ze krijgen extra uitzonderlijke posities van Wereldbank, etc. Nu is het zo, dat toen ik het las, ik wil het niet geloven, dat een Surinaams bedrijf, en dat bedrijf heet Pasha Global, ja, is een Surinaams bedrijf, die gaat een hotel bouwen in Guyana, bestaande uit 200 kamers, en in de streek Liliendaal, is Oost-Guyana, in het noorden Oost-Guyana. Daar gaat een Surinaams bedrijf investeren, meegeholpen door die Guyanese regering, die zegt, jongens, breng dat geld maar naar Guyana. Ja, en dat wordt in Suriname, wordt het verslagen als goede vriendschap. Goede vriendschap. Kijk, we zijn goede vrienden. En ik heb toen gekeken naar het commentaar dat is geleverd door de VAP op het artikel van Ashwin Ramcharan, die zich afvraagt of wij Suriname niet aan het weggeven zijn en dat Suriname straks niet meer bestaat. Dat Suriname zal worden opgeslokt door Guyana. Nou, ze zijn daar boos geworden bij de VAP, hoor, op meneer Ashwin. A, omdat het in de staan is die dat schrijft. B, omdat men er helemaal niet mee eens is met wat Ashwin schrijft. Maar Ashwin heeft 100% gelijk. Wij zijn Suriname aan het verliezen. Omdat deze regering Santokie allerlei modelletjes in zijn hoofd heeft van samenwerking tussen aanhalingstekens met Guyana, wat eigenlijk
betekent uitlevering van Suriname aan Guyana. Zonder een plan, zonder een beleid, zonder een strategie en tactiek. Dat is wat meneer Ashwin Ramcharan schrijft. En die man is dokter en u weet waarover hij schrijft. En dan is men bij de VAP boos. Men is boos. Nou, men gaat steeds bozer worden. Ik breng het onder uw aandacht dat er dus in die regeringscoalitie een behoorlijke rommel aan het ontstaan is. Men voert geen beleid meer. Men weet niet hoe men die bevolking koest moet houden. Dus vandaar die voedselpakketten rage. Maar die voedselpakketten, dat is iets dat van korte duur is. Hoe lang kan je een voedselpakket houden? Een maand? Ja, en daarna zit je weer met diezelfde problemen die je had voordat die maand begon. Dus nogmaals, het is geen oplossing. En dat is het nieuws van vandaag de dag. Dat de regering eigenlijk met niet duurzame maatregelen bezig is om zogenaamd die armoede te bestrijden. Maar dat het Surinaamse, dat de Surinaamse bevolking met de dag ongeduldiger wordt. En een beetje onrustig begint te worden. En ik hou mijn hart vast dat het niet vandaag of morgen gaat uitmonden in iets anders. En dat is misschien een goede overgang om te eindigen met een bericht. Namelijk, want tegelijkertijd lees je dat de criminaliteit toeneemt. En ik moet u zeggen, zedendelicten waarvan je walgt. Je walgt gewoon van die zedendelicten. Ik gaf zo net een voorbeeld van een bezoek van buitenlandse deskundigen die Suriname aandoen en dan op het bordes staan met Surinaamse bewindvoerders. En dat heb je met name nu rondom leger en politie, want er is een heleboel gekonkel tussen Nederland en Suriname gaande om leger en politie te hervormen. En de idee die men heeft, en men heeft last van die Creolen, van die Afrikaanse Surinamers, dus men heeft een soort filosofie ontwikkeld, van geef ze allerlei bevorderingen en maak ze gelukkig, dan krijg je dat wapen niet tegen jou gericht. En tegelijkertijd bouwen ze aan nieuwe structuren. En dan is het nieuws dus dat Korps Brandweer Suriname een contract gesloten heeft met Safety Security Academy Suriname, de SSAS. En dan krijg je bijna niet lezenswaardige artikelen over vormen van samenwerking tussen Korps Brandweer Suriname en een Safety Academy, Security Academy, SSAS. En je wordt er niet wijs uit. Maar nou, ze zijn geweldig bezig samen te werken. En tot slot, een onopgeloste wapenkwestie, waarbij wapens die gevonden zijn onder Surinamers die gearresteerd zijn in Nikeri, en dat zijn de heren Giuliano A, Shanley L, Glenn B, Isaac Bouterse, Erwin W, Ernesto Bouterse en Lorenzo B. Nou, laten we aannemen dat die B's die niet zijn bekendgemaakt ook geen Bouterse zijn, maar het zijn mensen, dus, om het u voor te houden, want het is heel belangrijk nieuws, het wordt weggemoffeld. Giuliano is 36 jaar. Shanley L, daar staat geen leeftijd bij. Glenn B is 47 jaar. Isaac Bouterse, 42 jaar. Erwin W, 38 jaar. Ernesto Bouterse, 24 jaar. Lorenzo B, 19 jaar. En deze jonge mensen, ja, die hebben wapens van het grootste kaliber. Het zijn wapens 4 AK 47 geweren, daarvan van het type AK. De AR-15 is een Verenigde Staten model. Daar hebben ze een hele partij. Een partij heeft mij aangetroffen uit eerdere vermiste partijen, Kalashnikov, enzovoort, enzovoort. En Bouterse heeft in een eerdere fase, namelijk 22 juni 2021, toegegeven dat hij uit zijn magazijn 46 geweren mist en raketwerpers. Ja, en dat hij Santokie zou willen helpen om die wapens te gaan halen bij de onderwereld. Dus als ik dit nieuws voor u in verband breng met de onrust onder die bevolking, dat Santokie er niet in slaagt om rust
in het land te bewaren, dan zeg ik u, er zijn sombere wolken die boven Paramaribo drijven. En laten we hopen dat die bewapening van die bevolking niks te maken heeft met mogelijke opstanden die straks gaan komen tegen de regering Santokki. Maar het is 11:55 en dat voelen vele Surinamers, dat met reshuffling alleen ga je er niet komen. Want al reshuffle je die hele ploeg, die onrust gaat blijven in Suriname. Het is heel erg aan het worden. Het land glijdt weg en is niet meer onder controle van de regering Santokki. Dat is mijn algemene conclusie. En ik zou zeggen, dit was het voor deze keer. Dit is Ludwig van Milier voor Radio Tamara. Ik dank u voor uw aandacht. En ik zou zeggen, tot de volgende keer.